Dit is de leukste slimme bril op de markt. En dat is ook nog waterdicht. Yo, 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 ik ben Bram van Bright. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En ik word bijna een beetje nostalgisch om hier weer te zijn. 5 jaar geleden was ik hier ook met de Form Smart Swim 1. En nu is er een nieuw model. Het is nog steeds hetzelfde zwembad, het Noorderparkbad in Amsterdam-Noord. Dankjewel dat ik hier weer mag zijn, Noorderparkbad. Voor het testen van de Smart Swim 2 van Form. Van de eerste versie was ik echt een groot fan. Ik heb hem zelfs cadeau gegeven aan mijn vader, die er nu nog wekelijks mee zwemt. En dan is nu natuurlijk de vraag voor de tweede bril. Wat is er nieuw? Wat heb je daaraan? Wat kan die allemaal? En is het de hoge aanschafprijs waard? Ik doe precies wat ik altijd doe. Namelijk buiten adem raken na een baantje 4-5. Zonder overdrijving durf ik te zeggen dat dit de leukste en beste AR-bril op de markt is van dit moment. En dat vond ik 5 jaar geleden ook al, dus het is echt een heel leuk apparaat. Waarom vind ik dat dan? Nou, hij is gewoon super gericht op het doel wat hij heeft. Het is namelijk eigenlijk een stopwatch ingebouwd in een zwembril. En in plaats van dat je heel naar je horloge moet kijken, zweeft er een soort schermpje, zo'n 3 meter voor je gevoel, die aangeeft hoe lang je al aan het zwemmen bent. Maar het is niet alleen maar een stopwatch, er zijn in totaal 9 metingen die verricht worden. Hij meet ook wat de lengte is van je slagen, hoeveel slagen je nodig hebt per baantje. Hij meet ook je calorieën, je totale afstand, je tempo en wat ik een van de fijnste dingen vind, hij geeft elke keer aan als je een baantje hebt afgerond en je gaat de andere kant op, wat je tussentijd is. Hij doet dus echt een hele hoop. Ook vind ik mooi dat als je even rust, je automatisch in het rustminuutje terechtkomt. Dan zie je hoe lang je al aan het rusten bent. En krijg je ook weer andere informatie te zien over de afstand die je net hebt afgelegd. Ben je klaar met zwemmen, dan pak je je telefoon erbij. Dan wordt de bril gesynchroniseerd met de app. En dan kun je alle analyses achteraf gaan doen. Ook kun je in die app in de instellingen van de bril duiken. En daarmee kun je tweaken wat je te zien krijgt. Dus wil je liever je slagen per minuut hebben of je tempo per minuut. En wat wil je in de rusttijden zien? Je kunt het precies zo aanpassen zoals jij wil. Ja, dat kon ik allemaal met de oude slimme zwembril van Form, de Form 1. Die hebben we ook nog steeds. Maar er zijn natuurlijk weer een hoop nieuwe dingen bijgekomen. Eerst nog even over die oude. Ja, die gebruik ik helaas niet meer, want hij gaat niet meer aan. Ik denk dat ik hem te lange tijd niet heb opgeladen, waardoor de batterij kapot is. En deze is nu dus gewoon alleen maar als normale zwembril te gebruiken. Maar ook dat is een beetje twijfelachtig, want als ik er doorheen kijk, dan is het wel heel erg benauwd geworden. Het is een beetje beschadigd aan alle kanten en het lijkt een beetje alsof ik in de wolken aan het zwemmen ben. Dus dat hoop ik wel dat die nieuwe bril wat beter aan gaat pakken. Er is wel een nieuw hoesje gekomen wat aan 2 kanten kan ventileren. Er zit een 2-kanten opening in en ik zal er waarschijnlijk gewoon beter mee moeten omgaan. Sorry. Kijken we naar het design, dan zie je al wel dat er echt wat dingen anders zijn geworden. Ten eerste is de tech unit, dus het gedeelte waar de technologie in zit, 15% kleiner geworden. Dat scheelt wel echt behoorlijk. Ook moet die beter gestroomlijnd zijn, waardoor het nog minder effect heeft op je aerodynamica. Ook is het zuiggedeelte wat aan je ogen zit flink verbeterd. Het is groter geworden en je ziet dat de hoeken meer aflopen, waardoor het beter je ogen moet ontsluiten. En daardoor moet het dus beter zuigen en krijg je minder lekkage. Ja, dat is wel belangrijk, want zoals je ziet zijn die zwembrillen vrij dik. En hoe dikker een zwembril is, hoe meer water er tegenaan komt als je naar beneden kijkt en hoe sneller die kan gaan lekken. Dus die betere ontsluiting is wel echt belangrijk. Ook zie je dat het gedeelte waar het bandje aan zit een stuk langer is geworden. En dat moet als voordeel hebben dat de unit zelf minder op trillingen reageert. En ja, nog wat uiterlijke dingen. Er zit een geel bandje aan in plaats van een zwart bandje, zodat je wat meer opvalt. En daarmee iedereen naar jou toe komt van, hey, heb je nou ook zo'n slimme zwembril? Wat me wel een beetje tegenvalt is, ja, hij sluit wel wat beter af en hij zit ook wel iets comfortabeler. Maar ik moet hem nog steeds wel behoorlijk strak doen. En als ik het water induik, dan gaat hij bijna altijd af. Dus dat is wel wat jammer. Ook nieuw zijn de nieuwe knoppen hier aan de onderkant. Dat scheelt echt enorm, maar die vorige waren echt van die laffe knopjes. Deze kun je gewoon echt lekker indrukken. Het gewicht is ongeveer hetzelfde gebleven, 65 gram. Maar de grootste innovatie is dit kleine dingetje, namelijk een ingebouwde hartslagmeter. En dat heb ik echt nog nooit eerder gezien en is echt uniek voor een slimme zwembril. Sowieso is het heel moeilijk om je hartslag te meten onder water. De meeste smartwatches doen het niet. En je hebt wel van die hartslagbanden, maar dan moet je echt een heel specifiek ding gaan kopen. En deze doet het dus wel.
En hij doet het ook heel erg nauwkeurig. Hij is natuurlijk specifiek gemaakt om hartslag te meten onder water. In eerste instantie dacht ik, wat maakt het nou eigenlijk uit dat je je hartslag kan zien? Maar omdat het echt daadwerkelijk de hele tijd voor je gezicht hangt, ga je er echt op zwemmen. Dan denk je echt, oh, ik zit een beetje onder mijn normale hartslag. Ik moet even een beetje een tandje bijzetten. Of ik ga eigenlijk veel te hard. Doe nou eens even rustig aan. Het is echt leuk om daarmee te spelen en ook in de verschillende hartslagzones te gaan werken. Zo kun je echt goed trainen. Wat precies hetzelfde is gebleven, is het ingebouwde schermpje en de schermtechnologie. Daar zijn ze ook heel erg trots op. Ze hebben een speciaal patent voor hoe die golflengtes onder water moeten worden gestuurd. Waardoor dat schermpje echt voor je gevoel zo'n 3 meter voor je hangt. Ziet er echt gaaf uit. Maar de pixels vliegen hier niet om je oren, zeg maar. Ze willen eigenlijk niet zeggen hoeveel pixels het schermpje heeft. Heel erg weinig. Maar ik had toch nog ergens in een document wat ze per ongeluk hadden aangeleverd gezien dat het 72 bij 40 pixels is. Dus echt een soort van pong op je neus. Het is echt heel weinig dus. Een Apple Vision Pro AR-bril heeft 10.000 keer zoveel pixels. Maar het zijn er wat mij betreft precies genoeg. Je kunt genoeg informatie kwijt die je toch in één keer kan registreren. En je hebt verschillende vakken waarin je informatie kan droppen. Ja, ik vind het echt een heerlijk schermpje. En oh ja, je kunt niet alleen maar de zwembril in het zwembad gebruiken, maar ook in het open water. Dus als je lange stukken in natuurwater gaat zwemmen. En ook bij zwemspa's waar je een zwemmachine hebt die dus golven maakt waar jij tegenin kan zwemmen. Dat kan die ook allemaal meten. De andere vernieuwingen zijn softwarevernieuwingen en die komen ook naar de eerste zwembril van Form. Die blijft trouwens ook gewoon te koop voor mensen die iets minder willen uitgeven. Een hele leuke nieuwe feature is de kompas feature. Wat je kunt doen is als je in het open water zwemt en een flinke afstand wil zwemmen, dan is het vaak heel moeilijk om je te oriënteren. Je gaat dan op een boei af, dan kijk je weer naar beneden om te zwemmen en dan is die boei in één keer weer een stuk verplaatst. Nou, hier in deze bril zit een nieuw kompas verwerkt. Dus wat je doet is je kijkt naar een boei, je bepaalt die zit op 60 graden en je zwemt continu naar die 60 graden boei. Ze gaven een voorbeeld van 5 verschillende kaartjes waarop je een zwemmer zag zwemmen. En dan mocht ik raden bij welk kaartje er gebruik werd gemaakt van de Swim Straight technologie. Makkie. Wel is het zo dat je elke 30 seconden een waarschuwing krijgt dat je even moet kijken, om je heen moet kijken, voor de veiligheid dat je de omgeving goed in de gaten houdt. Ook relatief nieuw is de head coach, de hoofdcoach dus. En dat gaat over hoe je je hoofd moet houden tijdens het zwemmen. Er zijn 2 features waar ze op letten, de peak roll en de head roll. De ene gaat over hoe recht jij je hoofd naar beneden houdt tijdens de boskrabbel. En de tweede gaat over hoe hoog jij je hoofd tilt of lift op het moment dat je adem wil gaan halen. Die ga ik nu even proberen, even kijken of ik mijn hoofd erbij kan houden. Ik probeer een hele goede student te zijn en precies op het juiste moment met mijn hoofd naar boven en naar beneden te gaan en het water heel goed recht te houden. Het is een leuke manier hoe je het kan trainen, een soort gamification pong-achtig, dat je je hoofd precies tussen de lijntjes moet houden. Maar het is wel echt moeilijk. Maar het zijn al die kleine dingetjes die we alles bij elkaar optellen die zorgen dat je een goede zwemmer wordt. Nou, dan moet ik deze bril nog wel even een tijdje voor op hebben. Nou, dat wekt dus echt als een jekko. Wat ik dan wel goed bedacht vind, is dat de oefeningen die je in het zwembad doet, later weer de basis kunnen vormen van een workout of van een heel trainingspakket. Ja, de app geeft je tips van, hey, we zien dat je dit nog niet zo goed kan. Denk er eens aan om deze training te gaan volgen. Nou, dat is wel echt een coach die daarnaast je staat. Maar al deze features krijg je niet standaard bij de bril. Nee, er komt natuurlijk weer een abonnement bij. Ja, dat is jammer, hè? Wat valt er dan precies onder? Nou, die headcoach valt eronder. Die Swim Straight technologie. Je kunt ook meer dan 1500 workouts doen. Die vallen ook onder het abonnement. En je hebt meer dan 40 trainingsprogramma's die je kunt volgen. Alleen maar met een abonnement. Ook kun je nog je workout builder doen. En andere pro features die echt zijn voor de zwemmers. Die topresultaten willen bereiken. En vaak ook al een coach hebben die hen echt bijstaat. Heb ik het over een echte coach en geen computercoach. Bij de vorige bril kreeg je nog bij aanschaf een jaar lang gratis dat premium abonnement. Bij de nieuwe bril is het slechts 2 maanden. Daarna betaal je 16 euro per maand of 100 euro per jaar. Ja, dat is echt behoorlijk veel geld. Maar van de andere kant kan je zeggen, als je na 2 maanden nog steeds zo graag al die features wil hebben, dan is het denk ik jou dat geld wel waard. Oh, wat leuk is deze bril, zeg. Ik was het weer even vergeten, want ik heb lang niet meer gezwommen, maar
Deze bril maakt het zoveel leuker om te zwemmen. En dat extraatje van die hartslag zo boven in beeld voegt ook echt veel toe. Je weet gewoon hoeveel energie je op dat moment aan het geven bent. En misschien dat het wel even iets minder moet. Echt een leuke gadget is dit. Echt heel leuk. Maar voor wie is deze bril nou precies? Nou, als je naar de marketing kijkt, dan wordt er vooral gericht op triathlonners. Of mensen die een Ironman willen gaan voltooien. Gouden medaillewinnaars. Allemaal mensen waar ik me niet zeer mee verwant voel. Het is trouwens wel zo dat je de zwembril nu ook officieel mag gebruiken bij triathlonwedstrijden. Maar, zoals altijd met sporttech, wordt er altijd met de marketing geschermd met de topsporters. Zodat alle mindere goden, die wel wat te besteden hebben, de producten uiteindelijk gaan kopen. Denk aan de wielrenners die de perfecte fiets, met de perfecte outfit, met de perfecte fietscomputer kopen om elke zondag een rondje op te rijden. De aanschaf is wel behoorlijk, het is €250, dezelfde prijs als 5 jaar terug trouwens. Dat is wel echt veel natuurlijk, maar ja, zo vaak koop je niet iets voor het zwemmen. Hè? En in een zwembroekje, daar zit het geld nou ook weer niet in. Wil je het wel te veel geld, dan is het wel goed nieuws, want de eerste bril van Form is ook nog steeds te koop en die kost maar €180. Ja, dat is niet weinig, maar voor een fanatieke zwemmer wel te doen lijkt me. En ja, er is wel wat concurrentie voor Form in die 5 jaar bijgekomen. Het grote zwembrilbedrijf Finis heeft ook een slimme zwembril. Die kost ongeveer hetzelfde, maar heeft wel net wat mindere specificaties. Het goede daaraan is wel dat je de slimme unit kan wisselen, waardoor je je zwembril kan vervangen, maar de slimme unit nog steeds kan blijven gebruiken. Maar op alle andere vlakken verliest hij wel van de Form. Al met al vind ik het echt een hele leuke gadget nerdy zwembril. Ik vind het heel knap dat het Canadese bedrijf het voor elkaar krijgt om te blijven bestaan in al die jaren door alleen maar zo'n niche te bedienen. Nou, mij hebben ze wel weer getriggerd om weer meer het zwembad in te duiken. Later! Oeh, shit. Hartslag van 160. Ik ga maar even terug naar de schoolslag, denk ik.